Het is vandaag woensdag en het is lekker tropisch weer. Daarom heb ik deze outfit aan. Dit gebloemde topje van de H&M. En dit rokje van de Only. Ik weet niet of jullie het zo goed kunnen zien. Ik laat het wel even beter zien. Zo kan ik het beter laten zien. Dit is het topje. En dit is het rokje. En hieronder doe ik nog mijn, ja, denk witte slippers aan. Want het is wel super lekker weer. En ik heb een staartje in. Ik heb hoog staart. En normaal heb ik altijd een knot in. Maar nu trouwens over vandaag natuurlijk. Vandaag ga ik echt super wat leuks doen. Het is lekker weer dus. En we gaan lekker high-tieren. Ik ga niet alleen high-tieren natuurlijk. Dat is super saai. Ik ga gezellig high-tieren met mijn beste vriendin. Die ken ik al niet zo heel erg lang. Een paar maanden of zo. Maar het lijkt net dat we elkaar heel lang kennen. En voor de tijd gaan we gezellig even winkels kijken. Want het is pas vanmiddag. En nu is het bijna 8 uur of zo. Dus ja, het is super vroeg. Het is eigenlijk vroeg uit bed gegaan, dat we super veel tijd hebben samen. Dus daar heb ik super veel zin in. Dus veel kijkplezier vandaag. En ja, ik eet vandaag verder niet zo heel veel, 's ochtends. Alleen wat yogi, dat we vanmiddag de high tea hebben, dan wil ik het daarvoor besteden. Anders heb ik geen trek. Hallo iedereen, nou ik ben vandaag met Rianne, Kenny met Tessa, die jullie zo vaak op beeld hebben gezien. Nou, wij gaan nu naar de stad heen lopen. Dus ja, veel plezier met kijken. Een beetje winkels kijken en zo. En dan straks tegen 1 uur, wat ik al zei, lekker high tea. Yippie, yippie. Hallo iedereen. Nou, ik ben vandaag met Rianne, Kenny met Tessa, die jullie zo vaak op beeld hebben gezien. Nou, wij gaan nu naar de stad heen lopen. Dus ja, veel plezier met kijken. Een beetje winkels kijken en zo. En dan straks tegen 1 uur, wat ik al zei, lekker high tea. Yippie, yippie. Dat is nu wel. Nou, wij zijn nu in de stad. Yippie, yippie. Kijk. Daar is het busstation en naar boven moet je naar het treinstation of zo. Ja. Zeg maar, noemen ze de Brink. En er is jammer genoeg heel veel leegstand hier. Zo te zien. Alleen de New Yorkers zitten hier nog en een zeg maar mobiele zaak. Echt super jammer. Oh ja, en de H&M. We kunnen kijken wat het andere was. Ja, New Yorker. Ja, alle winkels zijn haast nog dicht. Die zijn pas om 10 uur last. Of om 9 uur. Nou, toch even wat drinken. Lekker aardbeien smoothie. En ik heb zo'n chocolade twist. Laat ik wel even zien. Snel en zo. Ja. En een chocolade twist. Chocola. Kijk eens, echt lang. Bij Bakkerbar. Hoezo? Hey, Rianne die heeft een worsten broodje, toch? Zo zei ze. Kijk. Zijn nieuwe tasje. Kijk, ze hebben echt super leuke winterkleren al, maar wel een beetje te vroeg. Kijk, de blokjes en zo. Blokjes is ook helemaal in en zo. En geel en roze ook. Dit is ook zo leuk. Komt het goed uit? Allemaal sale. Nou, ik heb een superleuk jurkje aan van de Only. Het is een zwart jurkje. Ik bedoel rokje, sorry. Ik zeg het helemaal verkeerd. En die heb ik nou ook in het spijker. Maar die is van mezelf, die had ik al. En ik heb hier ook een ander rokje. Met hele leuke lipjes en zo, al voor de winter alvast. Superleuk kleurtje, lekker vrolijk zo. Echt met.
Nou, ik heb dit superleuke rokje aan. Hij zit ook echt lekker. Het is maat 34. En bij die andere rokje had ik echt dat hier echt te wijd was. En bij deze is dat niet. Dat het met elastiek is. Echt super gaaf. Maar ik weet niet, als ik hem meeneem, denk ik het wel. Het is echt wel een superleuk rokje. Nare Sting. Mijn lievelingswinkel haast. I love Sting. Oh, dat shirt met die smileys en zo. Ja, oh, die heb je ook in de hand. Ja. Die is echt gaaf. Allemaal winterspullen, een beetje te vroeg. Het is heel wel leuk om de winter te hebben. Super leuk, super. Glitters langs heen. Streep van glitters. Hij zit echt super lekker. En ik heb deze super leuke broek aan met een streep en dan met hier met rood en met tijgerprint. Ik heb alleen die glitterbroek gekocht en Rianne heeft ook een super leuk setje gehaald. Een zwarte broek en een super leuk trui met een kraagje. Ja, super cute. Nou, we zijn bij de volgende winkel, de H&M. Nou, ik heb dat superleuk tijgerprint, gewoon een pantenprint shirtje voor 5 euro maar. En dit is maat 34, hij zit echt super lekker. Ik neem het gewoon mee voor dit geld. En ik kan altijd in de winter nog een zeg maar hemdje onderdoen of zo. Nou, dit blouseje heb ik nou aan. Hij is maat 34, maar hij zit echt te groot. Vooral hier en hier. Lijkt net een nachthemdje. Dus deze neem ik niet. Het valt een beetje te groot, een beetje te basic. Nou, ik ben nu weer in New York. En ik heb echt super veel kleren wat ik ga passen. De meeste truien en zeg maar blouseje en ja, shirt. Dus ja, let's go. Ja. Wat ik pas. Kijk, deze super cute. Zeg maar poesje is het. Ja, echt super leuk. Hij staat me ook super goed. Dus daarom pas ik hem ook en neem ik hem ook. Maar weet maar nooit. Eerst altijd passen. En dan pas kijken. Anders koop je iets waar je spijt van hebt. Zwart, hè? Ja. Nou, deze is echt super leuk. Een regenboog noem ik het. En hij staat echt super cute. Nou, ik zeg super cute altijd. Kijk, Rian heeft het echt super mooi aan. En wit, hè? Tadaa. Kijk, dit is een superleuke hoodie. Het is een regenboog. En ik vind hem echt super gaaf. Voor 5 euro neem ik hem denk ik wel mee. Nou, ik heb dit superleuke regenboog van je gaan kopen. Die vind ik echt gaaf. Dus daar gaan we. Nou, we zijn nu uitgeshopt. We gaan even moe. Ja. En we gaan nu richting de IT. Even lekker relaxen. En ik moet eten. Naar de. Ja. En ik moet naar de wc, dus dat ga ik dan ook even eerst doen. Maar eerst even de reserveren van de high tea. Ja. Nou, we zijn nu bij de twee wezen. Waar ik al super vaak ben geweest. Dat is super mooi hier. Restaurant. Je kan buiten ook heel mooi zitten hier. En dat film ik straks wel even. Maar nu gaan we gezellig de high tea doen. En ik moet zo even naar de wc, dus ja. Kijk, ze hebben echt super veel soortjes thee. Maak hem wel even los, dan kunnen jullie beter zien. Sorry, zit ik voor. En de theeglazen staan al klaar voor thee. En wacht. Nou, als allereerste hebben we de tomatensoep met stokbrood. Super lekker. Normaal krijgen we er nooit stokbrood bij. Nee. Hier zit super lekkere paprika en zo bij in. Echt super goddelijk lekker. Waarom dit super lekker is, echt super goddelijk. Want ik heb hier al 4 keer een high tea gedaan. Dit is nou mijn 4e keer. Dus daarom weet ik dat. Dus dat jullie niet denken van, oh ze zeggen dat het heel lekker is. En ze heeft hem geprobeerd dit en dat, dit en dat. Maar het is echt super lekker. Dit zijn allemaal chocoladestukjes. Dit is van die pizzaatjes lijkt wel. Dit zijn van die broodjes met kaas en ham en zo. Hier zijn de zoetige dingen. Appel.
Hier broodjes gezond, broodjes zalm, pizzaatje en je brownie en lekker fruit, vers fruit. Rianne is nou net met de bus. Nu in de bioscoop. Ik ben nu dus bij de film. Het is super leuk film. En na de high tea toch nog even wat eten en drinken. Een sluspuppy. Super lekker. Hele grote. Gemixt. En een lekker Tony Chocolonely. Want ik heb vanochtend niks gegeten. Alleen zo'n klein broodje. Verder de high tea en verder niet. Dus lekker. Lekkere sluspuppy en een lekkere karamel zeesaus mini Tony Chocolonely. Super lekker. Het is even een film en ja, ik moet nou nog naar huis heen lopen. En ik heb super leuke dingen geshopt. Ik laat jullie het nog eens zien straks. En ik laat jullie de trailer van 100% Coco zien. Het klinkt een hele kinderachtige film, maar het is super leuk. Als je van mode houdt en als je van humor houdt. Dan is het echt een aanrader voor jou. Ik dacht dat ik een flamingo blouse had gehaald met flamingo, ras flamingo erop. Maar ik heb blijkbaar de verkeerde meegenomen. Maar ja, dit kost mijn tientje. Dus dan haal ik morgen ook gewoon die flamingo blouse er nog gewoon bij. Echt dom. Maar ja, ik heb toch blouse nodig. Dus het is altijd nog wel leuk om die flamingo erbij te halen. Deze heb ik gekocht voor 5 euro maar en normaal kost die gewoon 10 euro, oh nee 15 euro. Ik vind dat je deze trui ook in de winter kan dragen en in zomer. Daarom heb ik hem ook gekocht. Of een zwarte broek of zo, of op een witte broek, dan wordt hij een beetje te wit. Maar ik zou dan een zwarte broek kiezen of een rode broek of groene, wat dan ook. Wat jullie al zagen, ik heb een heel veel broeken gepast bij de Sting. Nou, ik heb er maar één gekocht, want die zat echt super lekker. Ik laat hem even zien. Deze broek is zwart, zoals jullie zien. En hij kostte 15 euro, normaal 50. En deze die kan je gewoon lekker in de zomer dragen of in de winter. En hier hebben ze ook glitters aan de zijkant. Super mooi. En aan de linkerkant ook. Bij de H&M heb ik dit superleuke t-shirt gehaald. Hij kostte nou 5 euro en normaal kost hij 13 euro. Ik vind hem echt superleuk, ook bij die broek van de Sting. En ik heb dit superleuke pandenprint shirtje ook van H&M en nou kost hij 5 euro. En normaal weet ik niet hoe die kost, volgens mij rond de 8 euro. Ook niet zo heel erg duur, maar een echt superleuk shirt. Ah ja, trouwens die hoodie, regenboogtrui, die komt van de New Yorker. Ik weet niet of jullie hebben gezien in de video, volgens mij wel, heb ik al gefilmd, ja. En ik heb dit superleuke zwembroekje gekocht bij de New Yorker voor 10 euro. En hij past bij mijn nieuwe bakpak, die laat ik ook nog even zien. Deze superleuke streepjes pakpak heb ik gekocht bij de Hunkemullen. Hij zit ook echt super lekker. Maar alleen waar ik aan moet wennen is dit. Daarom doe ik een bikinibroekje eronder. Dat is een hele andere achterkant qua model. Ja, deze pakpak was trouwens van 40 euro naar 28 euro voor de helft dus. Dat waren mijn items wel. Ik hoop dat jullie deze superleuke video leuk vonden. Ik trouwens wel om te filmen en zo vandaag. Zo ja, dikke blauwe duim omhoog. Maar niet geabonneerd, zeker doen. En tot de volgende video. Sorry dat ik de hele tijd aan mijn haar zit. Maar die zit een beetje in de weg. Voor mijn ogen. Ik heb net gedoucht. Doe straks. En ik heb trouwens deze shirt aan. Van de Super Delete dat ik koud heb. En deze broek van de Only. En mijn slippers. Van Schuurman schoenen, Birkenstocks en deze spijkerjasje van de Only. Dus ja, dat was mijn outfit. Maar tot de volgende video. Vergeet niet te abonneren als je deze video leuk vindt. En zeker een bericht achter te laten. En dan